Ik was 10 dagen geleden in Californië en dat was een mooie reis. Ik was op reis met Wilma Mansveld om met het Nederlands bedrijfsleven in Californië te kijken naar wat de kansen zijn voor het versnellen van onze export. En als je daar dan bent, dan zit je in een staat waarbij we, ik weet niet hoe het u vergaat, mij in ieder geval het beeld is, die staat die heeft het voor elkaar. Die heeft ambitie, die heeft een plan, die heeft een governor, die is governor Brown, die is de opvolger van Arnold Schwarzenegger. Is ongeveer op de schaal van democratieën een verlicht despoot. Die kan wat potten breken en met hem gaan we praten over de energietransitie van Californië. En we hebben daar fantastische verhalen gehoord. Fantastische verhalen over steden die ambities hadden, die dat ook in uitvoer brengen. We hebben fantastische gesprekken gehad met bedrijven die daar aan het ondernemen zijn, die zich ook in Nederland gevestigd hebben. Tesla was zo'n bedrijf. Wellicht kom ik daar later nog op, maar met name het gesprek met Governor Brown wil ik graag gebruiken als introductie. Want Governor Brown is inmiddels in de 70 en heeft een lang politiek leven achter de rug en heeft eigenlijk zich tot doel gesteld om met Californië nog één keer flink aan de bak te gaan. En de energietransitie is een belangrijke prioriteit daarbij. En dan verwacht je dat je de Kamer binnenloopt en dat je dan even de oren gewassen krijgt over wat ambitie is en wat een plan is en hoe we dat nou eens even gaan flikken. Niets is echter meer waar. In de zin dat hij begon zijn introductie met een kwartier lang uitleggen hoe onwaarschijnlijk lastig het is om in Amerika daadwerkelijk een verandering voor elkaar te krijgen. Als je een duidelijk plan hebt, je hebt een staat waar dat ook kan, waar je met democraten steun hebt, desondanks is het bijna onmogelijk om ook maar een millimeter vooruitgang te boeken in de zin van het realiseren van daadwerkelijke energiebesparing, in het opschalen van hernieuwbare energie, in het realiseren van een zero footprint, in het creëren van een goede bescherming tegen klimaatconsequenties van de onherroepelijke temperatuurstijging die we krijgen. Want de politiek zit tegen, de milieuorganisaties zitten tegen, de republikeinen zitten tegen, de democraten zitten tegen, het bedrijfsleven zit tegen, de steden zitten tegen, de kiezers zitten tegen, iedereen zit tegen. In feite krijg je, als je een heel mooi plan heeft, en hij liet het nog een keer zien, heel weinig voor elkaar, zelfs in een staat waarbij je zou zeggen dat daar de middelen voor voorhanden zijn. En toen raakten we in gesprek over het energieakkoord en het proces wat erachter lag. En in no time was hij gefascineerd over hoe je nou juist wel het gesprek aangaat met al die partijen die nu tegenwerken in het ontwerp van het plan. En onmiddellijk de volgende dag heeft hij een persconferentie doen uitgaan over dat hij een bepaalde plan waarbij hij de watervoorziening wilde hervormen op een andere leest ging schoeien en daarover direct in discussie wilde met een aantal stakeholders, inclusief milieuorganisaties. En toen vloog ik terug en op maandagavond had ik het voorrecht om toevallig te dineren met de klimaatcommissie van Singapore. En bij Singapore heb je op een of andere manier exact dezelfde beleving. Dat is toch een stadstaat die in 40 jaar tijd zijn eigen toekomst bij de lurf heeft gepakt en dat in 40 jaar tijd op de kaart heeft gezet op een onwaarschijnlijke manier. En dat ze ook op dit terrein ongetwijfeld een plan hebben en dat ongetwijfeld gaan uitvoeren en ongetwijfeld dat daarvoor de resources organiseren en ongetwijfeld in no time resultaat boeken. Maar ze waren op rondreis door Europa. Ze waren niet van plan naar Nederland te komen. Ze waren op rondreis in Europa. Ze waren in Berlijn, ze waren in Parijs, in Brussel en in Londen. En overal waar ze kwamen kregen ze te horen, u moet naar Nederland. U moet daar gaan luisteren, want daar is iets gaande. En dus heb ik de hele avond gesproken in het bijzijn van Jacqueline Kramer over wat is er eigenlijk gaande, wat hebben we eigenlijk gedaan, wat is er gebeurd en waarom is dat proces waardevol. En zij zeiden eigenlijk van ja, Singapore heeft heel veel bereikt in korte tijd, maar voor de transitie die nu voor ligt, kunnen wij niet meer langs de bevolking. Kunnen wij niet meer langs de NGO's die zich aan het ontwikkelen zijn in Singapore, ook Singapore. En kunnen wij niet meer langs het bedrijfsleven door maar te veronderstellen dat zij gaan doen wat wij zeggen. Wij moeten een proces hebben waarbij we in discussie treden om met deze stakeholders in gesprek te gaan en we horen dat hier iets gaande is. Beide datapunten waren voor mij een heel welkome onafhankelijke observator over wat er gebeurd is in de afgelopen, pak een beet, 12 maanden. En eerlijk gezegd nog in de maanden daar voorafgaand. Omdat er op een of andere manier toch een soort besef is ontstaan dat we hier een plan hebben wat inhoudelijk concreet is en wat ons op een of andere manier weer op de kaart moet zetten. En het is eigenlijk ook heel mooi om te zien dat dat inmiddels ook dan zijn weerslag gaat krijgen elders in de wereld. En ik hoop, en dat is mijn privé hoop, dat dit op een of andere manier voor ons ook een kans kan zijn op het ene gebied waar we eigenlijk, als je ons objectief beschouwt in de wereld, relatief gezien het niet zo goed doen als op een heleboel andere terreinen waar we het als land juist heel erg goed doen. Als je kijkt, en daar kom ik aan het eind van mijn betoog nog kort op terug, naar onze energieproductiviteit. Met andere woorden, de welvaart die wij weten te genereren met de energie die wij verbruiken. En je deelt de totale welvaart
door de totale energieconsumptie, dan zijn wij ruwweg in de afgelopen 10 jaar, 12 jaar stabiel, vlak, geen donder opgeschoten. Terwijl eigenlijk alle ons omringende landen daar min of meer ergens tussen een sprong van 10-20% in energieproductiviteit hebben gerealiseerd. En dat ligt niet aan de mix, want daar zijn hele respectabele landen bij die een even kennisintensieve of industrieintensieve structuur hebben. Dat ligt niet aan de mix. Ergens is er iets wat niet lekker loopt. Als je kijkt naar onze exportstaten waar we staan in de wereld op het gebied van clean tech, daarvoor waren we nota bene in Californië, dan staan wij inmiddels op plaats 23 en ieder jaar dat het gemeten is lopen we verder achter vergeleken met wat er in de wereld gebeurt. Op een of andere manier, op simpele mate, hebben we het niet goed gedaan. En daarom is zo'n agenda die we hebben gemaakt, het akkoord wat gesloten is, is hopelijk een start van een inhaalslag. Er zijn heel veel partijen geweest die naderhand gezegd hebben, het is niet ambitieus genoeg, het is niet alles wat nodig is. Het is niet alles wat nodig is. We hebben een doelstelling gesteld voor 2050 om uiteindelijk te komen tot bijna, laten we zeggen, CO2-neutraliteit. We moeten nog zien wat er in de nieuwe klimaatronde echt wordt afgesproken, maar hou even in het hoofd, ergens tussen de 85% reductie van CO2-uitstoot. Het akkoord brengt dat een goed eind op weg, maar lang niet de hele weg. Het is een agenda die eigenlijk heel specifiek is tot 2020 en daarna meer de richting op hoofdlijnen aangeeft. Maar er zit wel degelijk overtuiging bij dat als we dat tot 2020 op de rails krijgen, dat geeft weer zelfvertrouwen dat we daarna door kunnen. En eerlijk gezegd hoop ik zelf daarbij dat als die partijen die er nu bij aangesloten zijn geweest, als die daarbij blijven, dat die dan ook daarna in staat zijn om met elkaar de route verder uit te tekenen. Maar tegelijkertijd vind ik de kritiek dat het niet ambitieus genoeg is niet helemaal valide. En laat ik een paar voorbeelden geven. Ik weet niet of u weet hoe groot de wereldmarkt voor offshore wind is. Maar de ambitie die we met elkaar gesteld hebben is om in de komende 7 jaar in het domein van Nederland de omvang op te stellen die nu de hele wereldmarkt voor offshore wind is. Met andere woorden, we gaan in 7 jaar tijd net zoveel neerzetten in Nederland om onze doelen te bereiken die we onszelf hebben gesteld, als er nu in de hele wereld staat opgesteld als offshore wind. We gaan in de komende 7 jaar een versnelling van hernieuwbare opwekking tegemoet die net zo snel is als Duitsland in zijn snelste jaren. En we krijgen daarbij een energiehuishouding die hernieuwbare energieopwekking opbrengt tot het niveau van, nou pak maar beet, 40-50% van de elektriciteitsproductie in het land. Langs welke kant je ook kijkt naar wat er staat, het is ambitieus. En er zijn best mensen die zullen zeggen, er moet nog veel meer daarna gebeuren, maar wat we te doen hebben tot 2020 is een onwaarschijnlijke agenda die heel specifiek is uitgeschreven, een heel concrete set van maatregelen. Ik zal er ruwweg een overzicht van geven, maar heel kort en heel erg op hoofdpunten. Ik raad u erg aan om het document zelf te lezen, want waar het akkoord van Wassenaar, wat ook vermaard is voor langjarige richtinggeving, uiteindelijk samen te vatten is geweest op 1,5 bladzij, is het energieakkoord 65 bladzijden. We hebben heel hard geprobeerd om het korter te maken. Het is bijna niet korter te krijgen, omdat iedere bladzij staat vrij vol met vrij specifieke concrete maatregelen die met elkaar zijn afgesproken, die ook traceerbaar zijn en die ook uiteindelijk uitvoerbaar moeten kunnen zijn. Het pakket van maatregelen wat u daarin aantreft valt ruwweg uiteen in zeg maar, 4 hoofdrichtingen. De eerste is het versnellen van energieefficiëntie en energiebesparing in Nederland. Ik kom daar straks even op terug, omdat het ook een belangrijk thema van vandaag is. Maar een heel concreet programma waarbij zowel bedrijfsleven, energieintensieve industrie, als ook huishoudens en de gebouwde omgeving streeft naar het versnellen van energiebesparing. De tweede component van het programma gaat over hernieuwbare energieopwekking, het versnellen van hernieuwbare energieopwekking. En die zet eigenlijk in op brede versnelling langs alle mogelijke bronnen. Dus er wordt veel gesproken over wind op zee, ik heb dat net ook gedaan, maar ondertussen gaat het 80% van de hernieuwbare opwekking gaat naar andere bronnen, naar warmte, naar het gebruik van energie in de gebouwde omgeving, opwekking lokaal en ook zonne-energie en dergelijke. Dus een heel breed palet waarbij je eigenlijk alle technologieën die voorhanden zijn wil versnellen in een periode dat bijna op alle dimensies op vol vermogen gedraaid moet worden. Dat is hernieuwbare energieopwekking. Ik kan daar vrij lang over spreken, ik zal het nu niet doen, maar daar zit onder andere ook in een hele belangrijke beweging waar het akkoord in feite ruimte voor geeft, is allerlei decentrale initiatieven. Het mooie was, bij het begin van het programma kwamen er oneindige organisaties langs die zeiden, wij zijn ook bezig met decentrale energieopwekking.
en willen graag een plaats aan tafel en een plaats in het akkoord. Het akkoord biedt in feite ruimte voor allerlei vormen van decentrale opwekking en decentrale energiebesparing. En dat moet het ook, want daar zit heel veel energie en heel veel momentum en heel veel draagvlak. En daar heeft het ruimte aan gegeven. De derde component van het energieakkoord gaat over financiering. Het is zeg maar de randvoorwaarden waaronder die energietransitie kan plaatsvinden. Niet alleen dus financiering, maar ook de arbeidsmarktconsequenties. Op allerlei manieren probeert het in feite ruimte te creëren voor datgene wat nodig is om die omschakeling mogelijk te maken. En laat ik een voorbeeld geven, daar heeft Jan-Kees de Jager, die heeft gewerkt met alle banken en verzekeraars en institutionele beleggers om te kijken, hoe komt het nou eigenlijk dat aan de ene kant er heel veel investeerders zijn met kapitaal, en aan de andere kant heel veel projecteigenaren met een goed plan, die allebei zeggen, de een zegt ik heb een goed plan maar ik krijg geen geld, en de ander zegt ik heb wel geld maar ik zie geen goed plan. En ze zaten allemaal in een zaal als dit, staken achter elkaar hun hand op en zeiden van ja, er is wel geld. En dus de conclusie was snel gemaakt, er mist iets daartussen. En Jan-Kees de Jager heeft gekeken naar een heel praktische formule om dat te ontsluiten. En die is eigenlijk het volgende. Die gaat erom dat aan de ene kant de banken, die willen best die voorkant van die onzekere projecten financieren. Dat zijn best aantrekkelijke risico's waar zij best op grote schaal in willen stappen. Maar die looptijd van die projecten is veel te lang als ze eenmaal in de draaifase gaan. Pak een beetje 20 jaar is een horizon die banken niet overzien, ook niet in hun financiering. Terwijl institutionele beleggers, zeg maar pensioenfondsen, die zijn zeer geïnteresseerd in het moment dat die windmolen er staat en die vervolgens voor 15 jaar met een heel stabiel return draait. Dus het enige wat nodig was om eigenlijk dat projectfase, als die voorbij was, dat er dan omgezet kon worden naar een product wat voor lange termijn beleggers kon worden gemaakt. Dat concrete product heeft Jan-Kees de Jager helpen ontwikkelen met steun van alle financiële instellingen, banken, verzekeraars, maar ook andere institutionele beleggers. Om daar een stap voor te zetten. Op dit moment is de eerste stap daarvoor ook al in uitvoer. Is het Nederlands Investeringsinstituut is opgericht. En die heeft tot doel om die conversie mogelijk te maken. De verhandeling van de projectfase naar de lange termijn investeringsfase. Maar het is één voorbeeld van de randvoorwaarden die is geadresseerd. Het andere voorbeeld van randvoorwaarden gaat over de arbeidsmarkt. Er zullen om die opschaling mogelijk te maken, om en nabij 15 tot 30.000 mensen werkzaam zijn in die transitie. Het zij in het bouwen van grote hernieuwbare energieopwekkingsinstallaties of in het helpen creëren van een grotere energieefficiëntie. 15.000 tot 30.000 mensen. De netto werkgelegenheidsgroei is om nabij 15.000, maar de bruto werkgelegenheidsgroei is een factor 2 groter. Die mensen zijn er nu niet. Dus er is een plan gemaakt om mensen op te leiden vanuit één sector en klaar te stomen voor werk dat komt in die andere sector. Een voorbeeld waarbij niet alleen de richting wordt vastgesteld, de maatregelen zijn benoemd, maar ook de randvoorwaarden om het uiteindelijk mogelijk te maken ook zijn belegd en benoemd. De vierde categorie van het akkoord, en daar ben ik eigenlijk zelf heel blij mee, omdat het als het ware vleugels geeft aan zo'n akkoord, is erop gericht om meer geld in de wereld te verdienen. Op dit moment doen we dat niet zo heel erg handig, we zijn wel heel erg goed. We hebben ook een hele goede reputatie, maar we weten er niet heel erg handig mee om te gaan in de wereld als geheel, terwijl we wel fantastische competenties hebben. Als je in Californië bent, ik weet niet of je ze realiseert, maar Californië heeft een minstens even grote probleem als klimaatverandering zich doorzet in termen van kustlijnen en watersystemen als we in Nederland hebben. En het ligt bijzonder voor de hand dat wij in de wereld een prominente rol gaan innemen in alle adaptatietechnieken, heette dat, adaptatieinvesteringen die er in de hele wereld nodig zijn. Dat op een manier handig vermarkten is een van de doelstellingen van het akkoord geweest. En daar is een heel programma voor ontwikkeld om innovatie te prikkelen, opschaling te stimuleren, maar ook het verkopen van wat we hebben in het land makkelijker te maken en meer coherent te doen. Dus aan de ene kant is het een inhoudelijk programma wat heel specifiek is en gedetailleerd rondom acties binnen het landsgrenzen, gebruikmakend van eigen momentum, randvoorwaarden te adresseren om dat mogelijk te maken, maar tegelijkertijd ook handig op te treden in de wereld om, zeg maar, als in onze traditie van koopman van de wereld, gewoon eenvoudiger geld te verdienen met duurzaamheid. Daarom heet het ook een akkoord voor duurzame groei en hebben we ook gemeend dat dat een belangrijk component van het akkoord vormt. Als ik dan in Californië ben en je bent daar, je gaat langs bij een vuilverwerkingsbedrijf waar we blijken veel verder te zijn in het hergebruik van vuil dan in Californië, die daar een hele hoge ambitie heeft, of in kustlijnbewaking, of in rivierbeheersing, of in hernieuwbare opwekking. Op alle dimensies hebben wij ook op de schaal van Californië iets te bieden. En het is mooi om te zien dat daar de stappen zijn gemaakt, maar volgens mij is het daar de grootste winst nog te halen. Door handig te opereren, het te verpakken als een geheel waar we goed in zijn,
En in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld de WER recent gezegd heeft in hun innovatie of een rapport over de lerende economie en het verdienvermogen, als ik het woord mag gebruiken, Alexander. Het verdienvermogen van Nederland, zeggen ze eigenlijk, dan moet je geen RIC doen, dan moet je niet specifiek doen. Eigenlijk lijkt in de praktijk dat je juist door iets specifieks in de aanbieding te brengen, dat meer te cultiveren, mensen bij elkaar te brengen, dat je daar veel meer mee kan betekenen in de wereld. En ik ben er dan ook zelf van overtuigd dat het een veel belangrijke richting is dan alleen maar generiek beleid. Al met al een energieakkoord en heel, wat zeer uitgebreid is en zeer specifiek. Dan zult u zich afvragen, ja, oké, wat gaan we dan doen? En er was ook een beetje een kritische notitie van, ja, het is een mooi akkoord, maar wat gebeurt er eigenlijk? Vanmiddag is de borgingscommissie voor het eerst bijeen onder leiding van Ed Nijpels. En in die borgingscommissie zitten alle partijen die het akkoord ondertekend hebben. Alle partijen maken deel uit van die borgingscommissie. En dat hebben we zo gedaan omdat we vinden dat die coalitie die ontstaan is van 45 tot 47 partijen die het allemaal ondertekend hebben, dat die ook van belang zijn bij de uitvoeringsfase. En het Nijpels gaat met een beperkte infrastructuur, gaat die alle partijen scherp houden op het daadwerkelijk uitvoeren van de aangegaande commitments. En daar waar nodig gaat hij aanvullende maatregelen helpen identificeren met die partijen weer aan tafel om de doelstelling uiteindelijk te halen. Dus waar in de doorrekening gezegd is dat het huidige pakket ongeveer een 50% kans van slagen heeft en pak een beet op 80% van de doelstelling komt. Dat is niet de overtuiging van de partij aan tafel, maar dat is de doorrekening van de partijen die naar gekeken hebben. Is er bij de partijen ook de commitment aangegaan om aanvullende maatregelen te bedenken als het blijkt daadwerkelijk niet helemaal op koers te liggen. En daarmee borg je voor de zekerheid dat die doelstellingen daadwerkelijk worden bereikt. Ik denk dat dat een grote winst is geweest in de tweede fase van het onderhandelingsproces, waarbij partijen ingezien hebben dat het niet voldoende is om alleen afspraken te maken, maar dat ze ook elkaar moeten aanspreken op het daadwerkelijk bereiken van de doelstelling. Dan nog kunt u zeggen, is dat alles? Een van de thema's die er vrij prominent in het akkoord staat is energiebesparing. En we spreken vandaag niet voor niets over de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Dat is een van de thema's van vandaag. Schaliegas speelt daar een belangrijke rol in. U zult zich afvragen, waarom staat er niets over schaliegas in het akkoord? Want het was toch mooi geweest dat we dat ook even hadden kunnen regelen. We hebben aan het begin van het akkoordproces vrij veel tijd besteed om heel goed te begrijpen met allerlei experts in Nederland en daarbuiten van wat doet die schaliegasrevolutie nu? En wat betekent dat op korte termijn voor wat er in Nederland kan gebeuren op dat domein? Met andere woorden, wat kunnen we beslissen als we dat zouden willen rondom de inzet van schaliegas in weerwil van wat er in Amerika gebeurd is, of gaande is. En daar kwam eigenlijk van alle kanten van de International Energy Agency, Maria van der Hoeven, experts uit Amerika, maar ook experts in Nederland, terug dat de schaal waarop schaliegas in Nederland inzetbaar is, zelfs al zou je het willen, en zelfs al zou je de milieuconsequenties niet meewegen, en zelfs al zou je de hele bevolking ervoor kunnen krijgen, in de timeframe waar we nu over spraken, zeg maar tot 2020, nooit de omvang zou kunnen hebben die op een of andere manier materiële invloed zou kunnen hebben op de energy mix in het land, laat staan op de prijsvorming. Dezelfde experts zeiden hetzelfde over Europa. Er zijn best landen waar ook schaliegas in Europa ingezet kan worden, als ze dat zouden willen. Polen wordt wel genoemd. Maar in verwachting van die experts is het zo dat de mix in Europa op de tijdshorizon die we hebben, zal het in omvang nooit dezelfde omvang en vlucht nemen die het in Amerika heeft gehad. Dus daarom hebben we in het begin van het proces gezegd, laten we dan geen ingewikkelde discussie over schaliegas aangaan in het akkoord, want op de timeframe is het niet relevant. Het is wel relevant in de internationale context, maar voor Nederland in het bijzonder was het op de timeframe waar wij keken niet zo relevant. En dus hebben we het daar niet in benoemd. Tegelijkertijd zult u zich wel afvragen, maar ja, wat heeft u dan met schaliegas en wat vindt u van, ik ben geen expert op schaliegas. Wat mij wel opvalt is dat die energierevolutie die in Amerika heeft plaatsgevonden, heeft natuurlijk ertoe geleid dat de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven substantieel is verbeterd ten opzichte van de rest van de wereld. Wij ondervinden daar last van, dat we zeggen onze bedrijven ondervinden last van op hun concurrentiekostenbasis. Maar we ondervinden er ook last van omdat er een enorme lading kolen naar Europa komt die dan de prijs van kolen weer onderuit drukt. Wat in de energy mix van elektriciteitsproductie kolen aantrekkelijker maakt tegen gas, wat eigenlijk een veel natuurlijke transitiebrandstof is. Dus wel degelijk hebben we de negatieve consequenties ervan. En ik denk dat we met de intenties die de partijen aan tafel hebben uitgesproken rondom de inzet van kolen in Nederland, daar in ieder geval een uitspraak over gedaan hebben, die nu nog weer moet worden nabewerkt of nabehandeld, omdat die niet door de toets van de ACM heen kwam op de mate waarin het aan de mededingingswetgeving kon voldoen.
toch lag daar bij de partij de intentie om wel degelijk iets te doen aan de inzet van oude kolencentrales. En we zullen moeten kijken hoe we dat in een passende vorm kunnen gieten voor de toekomst. De tweede uitdaging die uit schaliegas komt, en dat is luid en duidelijk aanwezig in het akkoord, is de noodzaak voor Nederlandse bedrijven om in de wereld concurrerend te zijn op het gebied van energieefficiëntie. En dat hebben ze voor zichzelf als doel gesteld. En dat is ook eigenlijk, als ik u een Amerikaans woord zal toelaten, een no-brainer. Dus die doelstelling die er ligt om de Nederlandse energieefficiëntie aanzienlijk te verhogen in de komende 10 jaar, is om en nabij dezelfde als die ook voor Duitsland is neergezet. Die komt neer op een substantiële verbetering van het energieverbruik in Nederland. En daarmee hebben de bedrijven eigenlijk zichzelf de ambitie gegeven om op die dimensie wereldleidend te zijn. Dan kunt u zich afvragen, als ik het akkoord doorlees, zit er voldoende harde prikkel in om dat af te dwingen? Want de boekjes zeggen allemaal dat je moet het afdwingen, anders dan gebeurt het niet. Nou, daar zit in ieder geval bij het bedrijfsleven aan tafel de overtuiging, en daarmee met alle partijen aanwezig, dat de prikkel op dit moment in de markt meer dan voldoende is om die partijen tot grootste prestaties aan te zetten. En zij vinden zelf dat ze daar ook een doel gaan bereiken, voorbij nog wat in de doorrekening van de bureaus is gedaan. Dus zij hebben het idee dat ze dat kunnen en dat ze met het arsenaal wat er nu is, dat ze dat kunnen. En er zijn heel veel specifieke afspraken aanvullend bij het akkoord die aangeven hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund. Energieefficiëntie wordt een cruciale factor voor de toekomst en daar willen Nederlandse bedrijven zich in uit laten blinken. Ik was vorige week op bezoek bij Tata Steel, een staalbedrijf in Nederland, waarbij als je de oppervlakkige opinie zou nemen, zegt van wacht even, hoe zit het nou eigenlijk? Er staat zo'n staalbedrijf die slurpt energie, dat kan niet goed wezen. Als je kijkt naar wat we eigenlijk zouden moeten willen, en dat was het mooie dat in dat akkoordproces heel snel doordrong vooraan in het proces en creëerde daarmee ruimte voor een open dialoog. Het is alleen maar goed als die bedrijven in Nederland het schoonste staal produceren van de wereld. Want dan wil je eigenlijk, als je de planeet in je achterhoofd houdt, wil je graag dat het hier gebeurt en niet in die landen waar het niet schoon gebeurt. Dus aan tafel ontstond er heel gauw het besef, het is goed dat die hier zitten, die bedrijven. En we moeten koste wat kost ervoor zorgen dat die ook een concurrentiepositie houden die ertoe leidt dat je het hier kan blijven produceren. Ik was er vorige week op bezoek en dan krijg je toch een verhaal waarbij je een lange inspanning ziet van het verbeteren van energiebesparing, ook in die staalfabriek. En ook nog de ambitie om dat verder te willen doorvoeren. Dus ik heb ook weer vorige week aan een levende lijf ondervonden wat die concurrentiepositie ook op staal nu betekent. En de mate waarin energiebesparing een cruciale hefboom wordt om hun concurrentiepositie nog weer beter te maken dan die al is. Dus ik denk dat daar in het akkoord ook voor ziet. En ik hoop ook dat dat soort bedrijven juist hier kunnen blijven op basis van energieefficiëntie. Misschien nog één korte en dan sluit ik af. Mensen hebben mij vaak gevraagd, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat 47 partijen met elkaar aan tafel tot een akkoord hebben kunnen komen? En dan wordt er vaak gezegd dat ik een huzarenstukje heb uitgehaald, maar dat is helemaal niet waar. Dit akkoord is er ontstaan omdat al die partijen ingezien hebben dat zo'n akkoord cruciaal is voor stabiliteit, voor het creëren van een investeringsklimaat en voor het daadwerkelijk bereiken van die doelstelling. En dus op moeilijke momenten in dat proces was het maar één ding wat werkte, en dat is heel eenvoudig, is eigenlijk weer steeds terug naar de basis waarom we daarnaar zijn gaan zoeken. Is namelijk op een of andere manier consistentie te bereiken in beleid, helderheid van doelstellingen en maatregelen, waar al die partijen die aan tafel zaten zeiden, dat willen wij, dat moeten wij en dat zullen wij. Dus het akkoord is uiteindelijk een expressie van de inzet van die partijen en hun wil om te komen tot een akkoord, eerder dan iets anders. En noem dat een huzarenstukje, maar ik denk dat dat iets is wat langs vele kanten al daarvoor was geregeld en wat we natuurlijk gecheckt hebben. Maar zodra het duidelijk was dat het commitment er was, was de rest was in feite heel noest doorwerken om te komen tot het uiteindelijke akkoord. Ik denk dat het mooi is om straks in discussie nog even met een aantal partijen die ook aan tafel gezeten hebben, te horen wat hun ervaring was. Mijn overtuiging is, het is een akkoord van Nederland en voor Nederland. En namens al die partijen die dat eigenlijk zelf heel graag wilden. En dat heeft het akkoord door de moeilijkste fase heen geduwd. Dank u wel. Ja. Hartelijk dank, meneer Draaier. Nog een enkele vraag aan u, want heel veel tijd moet ik zo meteen ook nog even inhalen. Ja, dus heel slim van u om het op die manier te spelen, maar toch die enkele vraag. U zegt, het is wel degelijk ambitieus, dit akkoord. Helemaal geen huzarenstukje van Nederland voor Nederland. Partijen wilden meedoen. Hoe reageert u dan toch op kritiek uit onverdachte hoek? Planbureau Leefomgeving en ECN, die zeggen, de energiebesparing die u voorstelt, dat is geloof ik 100 petajoule, ja. Ik heb geen idee hoeveel dat precies is, maar in ieder geval erg veel, dat gaat u bij lange na niet halen. Ja, weet je zeker dat je er tijd voor hebt?
Ik weet zeker dat u het kort kunt zeggen. Dat weet ik zeker. Oké. Ten eerste, de doelstelling is een verdubbeling van de doelstelling die daarvoor lag. Hè. Dus het is een verdubbeling van de energiebesparingsdoelstelling. Prima. Ze hebben daarvan maar een deel doorgerekend. De partijen aan tafel hebben nog gezegd, wij leveren meer. Dat hebben ze ook. Dat heeft ook ECN PBL toegezegd. Dat we komen ongeveer op 90, doorgerekend 90 per tajoule van de 100. En daarbij zeggen de partijen aan tafel, wij geloven dat er nog veel meer in zit. Ja, ziet u wel. Het lukt heel goed. Toch, zij zeggen, ook die hernieuwbare energie, die u heel belangrijk vindt, ook een pijler onder uw akkoord, ook dat is, zoals het nu in het akkoord staat, alleen maar haalbaar als alles mee zit en als alle factoren echt zo optimistisch uitpakken als u denkt. Dat klopt. Maar goed, ja, dan denk ik, zo zeker is het dus niet allemaal. Nee, dat gaat lukken. Nee, ik zou het anders interpreteren wat ze zeggen. Ze zeggen eigenlijk van dit is dus een heel ambitieus akkoord. Een heel ambitieus akkoord. Want iedereen moet aan de bak om te realiseren wat we onszelf als doelstelling hebben. Zo kun je het ook zeggen. Het alternatief is dat we aan Europa een onwaarschijnlijke boete gaan betalen en dus alleen maar geld weggooien. Dus we moeten wel. Het is ook een zeer dure hobby om het niet te halen. Maar goed, het is ook een aanzienlijke lagere investering nog dan die het regeerakkoord daarvoor had. Dus we hebben hier het optimum gevonden in termen van kostenefficiëntie, schaalvergroting en versnelling. Maar het moet wel langs alle kanten werken, anders komen we er niet. Ja. U zegt het feit dat die twee organisaties concluderen dat we het misschien niet gaan halen, toont juist aan dat wij heel erg ambitieus zijn. Andere vorm van kritiek wil ik u graag ook kort nog even voorleggen. Komt van hoogleraar Jan Rotmans. Transitieprocessen, daar doseert hij in aan de Erasmus Universiteit. Hij zegt, het energieakkoord gaat feitelijk maar over een deel van de energie die in Nederland verbruikt wordt. 2/3 van het energieverbruik komt voor rekening van de industrie. En daar gaat dit akkoord niet over, zegt hij. Ja, die kolencentrales gaan dicht, maar dat waren we toch al van plan. Met andere woorden, hij zegt, eigenlijk gaat dit over wat de particulieren aan energie verbruiken. En de zware energie dwingen wij niet om over te gaan tot groenere brandstoffen. Ja, ik weet niet helemaal waar hij dat vandaan had, want het gaat over energiebesparing ook bij de industrie. En dus de industrie heeft gezegd, die dus 2/3 van de energie besparen. Wij worden wereldleider in energieefficiëntie. Wij leggen onszelf een doel op. En als we dat niet halen, kunt u bij ons terugkomen om daar verder over te spreken. Dus ik ben het niet helemaal met eens dat zij daar geen uitspraak over doen. U zegt het akkoord ook niet. Het is pertinent onwaar dat het niet over de industrie gaat. Absoluut. Ja, nee, het gaat zeker over de industrie. Oké. Dan over Nijpels. U had het net over hem. Vanmiddag voor het eerst bijeen met zijn commissie. Prachtig. Hoe wordt hij afgerekend op resultaten? Nou kijk, zo'n akkoord is een akkoord van de partijen die zichzelf daartoe verplichten. Mm-hmm. Dat zijn niet alleen de marktpartijen, niet alleen de natuurorganisaties, maar ook de overheid zelf. Dus het gaat om medewerking van iedereen? Hij wordt als het ware verantwoordelijk gesteld om dat bij elkaar te houden. En het akkoord is daarop toetsbaar. Dus ja, daar klinkt het door, hij wordt niet afgerekend. Nou, ik denk dat we met z'n allen hem afrekenen op het bereiken van het resultaat. Ja, maar goed, u zegt, zijn taak is vooral om al die partijen die nu vrijwillig om de tafel gaan zitten en dat akkoord ondertekenen, om die vooral bij elkaar te houden. Dus niet tegen zich in het harnas te jagen, denk ik er dan achteraan. Nee, die partijen hebben getekend dat zij de doelstelling omarmen. En als de daadwerkelijke resultaten in 2016 doorgemeten niet op koers liggen om die doelstelling te bereiken in 2020, dan gaat hij met de partijen aan tafel nieuwe maatregelen realiseren die uiteindelijk optellen tot het bereiken van die doelstelling. En ik denk dat er nog steeds een minister van Economische Zaken zit die deelgenoot was van deze onderhandeling. Okay. Die ook zegt, wij gaan samen met jullie dat aan. Dat is beter voor het land, betere uitkomst, dat doen we zo. Maar die ook zegt, van ja, luister, als het niet gaat zoals het is, dan zijn er ook nog andere middelen om die doelstelling te bereiken. Dus die partijen die zijn erop gehouden om die doelstelling zelf te willen bereiken. Als het niet goed gaat, komen er nieuwe maatregelen. Het is niet zo dat als het niet goed gaat, dat er sancties komen. Nou, een van de mogelijkheden die dan in het verschiet liggen, zijn ook maatregelen met sancties. Ik denk dat partijen donders goed weten dat dat een alternatief is en dat zij zich gaan inzetten om die doelstellingen zonder sancties te bereiken. Dank u heel hartelijk, ook voor de korte antwoorden nu. Ik geef u nog een prachtig boek over dit huis, het Hodsonhuis, als dank voor uw bijdrage. Dank je wel. Dank u wel, meneer Draaien.